Vreda Nu. Je weet het meteen. Nou, fantastisch dat we het nieuwe project van Brandspanking mogen onthullen hier vanmiddag in het stadskantoor. Een prachtig beeld van Van Gogh, wat straks op het station komt, maar nu gewoon hier in de stad te zien is. En waar de maker straks van alles over gaat vertellen. Maar we gaan hem eerst onthullen. Wauw. Ik zie Breda door de ogen van Van Gogh. Wat zie ik allemaal? Kun jij mij dat vertellen? Ja, natuurlijk. Dit is dus de sneak preview van een werk wat wij hebben gemaakt. Een opdracht van de gemeente Breda. Wat vertoond zal worden op het Centraal Station hier in Breda. Het werk is geïnspireerd en hangt aan het 125 jaar Vincent van Gogh. In zijn jonge jaren heeft hij hier in de omgeving veel rondgelopen, heeft schetsen, illustraties gemaakt. En dat was deel van de opdracht, maak een werk, ontwerp een werk wat in het station komt te hangen. Wat is geïnspireerd op schetsen van Vincent van Gogh. En dat hebben wij gedaan. En het bijzondere van deze installatie is omdat het dus op een publieke plek komt, waar veel reizigers dagelijks langs zullen komen. Hebben we dit gemaakt op een nieuwe technologie die we zelf hebben ontwikkeld. Waarmee dus nieuwe elementen waar steeds naar voren komen. Dus is er een evenement in Breda, dan zul je dat gereflecteerd zien in het werk. Verder zijn de elementen zoals het weer, het kan regenen, het kan sneeuwen. We hebben, nou, zoals je ziet, de blaadjes zijn bijna van de bomen afgevallen. Dus het werk draait altijd mee met de seizoenen en met de evenementen die er zijn. En dat maakt het voor de reiziger altijd een interessant ding. Hè. Het is geen filmpje wat elke keer hetzelfde is en dan kijk je er drie keer naar en dan heb je het wel gezien. Dit is echt iets wat op zichzelf leeft, zeg maar. We hebben de verschillende wolkenpatronen, de windsnelheid stuurt de snelheid van de molenwieken aan. En zo zitten er allerlei foefjes in, openingstijden, hij kan in nachtstand. We blijven, zeg maar, op die manier blijven we mensen prikkelen en voornamelijk blijven mensen prikkelen om ook weer de stad verder te gaan ontdekken. Dus op het moment dat je als reiziger langs Breda komt en je ziet een park wat vol met feestmensen staat, of straks binnenkort hebben we het carnaval bijvoorbeeld, het is carnaval. Nou, dan zie je dat aan de mensen op het station, maar dat wordt dus ook teruggereflecteerd in deze animatie. Ja, dat maakt het voor ons een heel leuk project en een bijzondere installatie. Ja, bij dit project.